Hi vissen, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, reacties en natuurlijk de abonnees. Ben je nog geen abonnee? Klik even op de button. Het helpt mijn kanaal en het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes op tijd te zien krijgen. Mocht je een personal reading willen, dat is met horoscoop, dat kan via lachtistic6924 @gmail.com. En dan gaan we nou beginnen met sterrenbeeld vissen. Universum, ik had graag de beste kaarten voor sterrenbeeld vissen. Laatste teken van de dierenriem. Twaalfde huis. Heerser is Neptunus. Wat kan ik doorgeven op dit moment voor sterrenbeeld vissen? Wat is belangrijk op dit moment voor sterrenbeeld vissen? Dankjewel. Daar gaan we vissen. Boeddhaatje bij je. De zeven van staven omgekeerd. Vuurenergie, ram, leeuw of boogschutter. De maan, vissenenergie, kreeftenergie. Koning van zwaarden omgekeerd. De schildknaap van staven. De dwaas omgekeerd. En de zegewagen omgekeerd. Wat ik vooral zie vissen is veel inactiviteit. Passief. Passief. Ik blijf zitten waar ik zit. En degene die voor mij bestemd is, die komt wel naar mij toe. Ja, de schildknaap van staven. Geen actie ondernemen. Geen gokje durven wagen. En ook geen movement daardoor. Geen beweging. Dus alles staat een beetje passief stil, in een afwachtende houding op dit moment. Misschien dat er wat woorden zijn gevallen. De koning van zwaarden omgekeerd is niet per definitie een leuke gesprekspartner, om het zacht uit te drukken. Het kan zijn dat er wat conflicten zijn geweest of wat woorden zijn gevallen. En het kan ook zijn dat jij nog wat verborgen angsten hebt. Onzekerheden of verborgen, ja, hoe moet ik het zeggen, wat wonden uit het verleden die nog parten spelen. Misschien dat daar jouw afwachtende houding door komt, want uiteindelijk wil je wel die defense laten zakken of degene waar je mee te maken hebt, maar je durft eigenlijk niet de eerste stap te nemen. Dus je stelt je wat passief op, heel erg passief zie ik hier. En daardoor wordt het een hele lange wachttijd. Als je begrijpt wat ik bedoel. Een wachttijd van, ja, ik wacht wel tot hun naar mij toe komen. Maar als dat niet gebeurt, dan, ja, dan kun je wachten tot je een ons weegt natuurlijk, vissen. Dus belangrijk is om die schildknaap van staven rechtop te krijgen. Om meer actief, meer mannelijke energie erin te gooien dan het passieve, het vrouwelijke energie. De maan is ook heel vrouwelijk. Het is symbool van de kreeft. Misschien heb je met een kreeft te maken. Maar de maan is heel vrouwelijk, heel feminin, heel zacht en ook een beetje een droomwereld. En vooral s'nachts actief. Dus ik weet niet of je s'nachts heel actief bent vissen. Dat je moeilijk de slaap kunt vatten. Of dat je heel veel droomt. Of dat je s'nachts werkt. Of dat je ligt te piekeren. Dat kan ook nog. Maar blijkbaar is er in het verleden zijn er woorden gevallen die niet zo aardig waren. Misschien ben je wel te wachten op iemand zijn excuses. Maar het belangrijkste is dat je dus niet wacht tot je een ons weegt en dat het op een gegeven moment tijd wordt om actief zelf het heft in handen te nemen en te gaan staan voor wat je vindt of denkt. Ja, zo kunnen dingen ook opgelost worden. Als je passief blijft, betekent dat je misschien onnodig ook je tijd verspilt, onnodig jezelf terughoudt om leuke dingen te doen, hè? Je neemt niet actief deel aan de dingen die je zou willen, of dingen gaan aan je neus voorbij omdat je aan het wachten bent, of je terughoudt, of
op een of andere manier leg je daardoor ook je eigen ontwikkeling stil. Dus belangrijk, vissen, voor jullie de komende tijd is om die actie weer in je leven te krijgen en niet af te wachten tot iemand anders besluit naar jou toe te komen. Dus dat is misschien al een hele moeilijke opgave. En daarnaast moet je kijken naar welke triggers, welke wonden er uit het verleden nog stil in je zitten, die geheeld moeten worden, waar aandacht aan besteed mag worden. Misschien een tijd van even naar binnen keren om te kijken van waar loop ik nog tegenaan. En de communicatie is niet al te best, zie ik. Dus communicatie op zo'n manier communiceren dat het voor een ander ook duidelijk is, of luisteren naar de ander, vice versa. Communicatie is wederzijds, hè? De een zegt wat de ander luistert en vice versa. Dus ergens komen de woorden van de ander of niet goed bij je aan. Het is misschien niet zo bedoeld, maar dat jij het anders opvalt of omgekeerd. Dus er is een blokkade in de communicatie, heb ik het idee. Nou, vissen bij mij nu ook. En ik heb weer een kikker in de keel vanwege de airco of vanwege de ventilator. Heb ik eigenlijk aan een piepklein ventilatortje, maar toch. Dus vissen, probeer meer actie en durf die stappen te zetten. En ga zelf naar degene toe waar je een gesprek mee wil. Dus ik wens jullie heel veel succes hiermee. Bedankt en tot de volgende keer. Groetjes!